We kijken naar deze opdracht waarbij twee schema's zijn gegeven. De schema's die zijn identiek en het enige verschil is dat er verschillende afvlak-elco wordt gebruikt. Dus in dit schema is de afvlak-elco ruim 2 keer zo groot dan in dit schema. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor de afvlakking en voor het signaal. Nu is de vraag of V1 meer spanning aanwijst dan V2. Nou, V1 is in ieder geval een voltmeter en die staat in de DC-stand. Dus die geeft de gemiddelde waarde aan. Dus een voltmeter in de DC-stand geeft altijd een gemiddelde waarde aan. Laten we eens even schetsen hoe deze signalen eruit kunnen zien aan de secundaire kant. Dat is op deze manier. Ik teken even het secundaire signaal. En nu ga ik dat signaal afvlakken. Als ik een grote elco heb, dus we noemen dit even schema A en schema B. Als ik een grote elco heb bij schema B, dan ontstaat er een kleine rimpel. Dat noem ik B. Als ik een kleine elco heb, dan kan ik maar weinig energie bufferen, dan ontstaat er een grote rimpel. Dus die zal in dit stukje van de tijd dieper ontladen worden dan die grote elco. Dus dit is A. Dan kun je in het geval van B kun je zien dat dit de gemiddelde waarde is. En dus dit is ook B. En in het geval van A is dit de gemiddelde waarde. Die ligt dus veel lager. Dat betekent dat V2 een hogere waarde aangeeft dan V1. V1 is lager dan de aanwijzing van V2. Dus antwoord B is het enige juiste.